Deze zomer schoven we het scenario van een groeivertraging nadrukkelijker op de voorgrond. En we hebben voorlopig weinig reden om dat te veranderen. Wat we zien is dat financiële markten ook steeds meer rekening beginnen te houden met dat scenario. En ook onderzoeksinstellingen, internationale onderzoeksinstellingen, zoals de OESO deze week, stellen hun verwachtingen, hun groeiverwachtingen neerwaarts bij. Dus laat ons nog eens even kort herhalen de verschillende factoren die aan de basis daarvan liggen. Ten eerste heeft de wereldeconomie de voorbije 2 jaar, in termen van de conjunctuur, enorme sprongen voorwaarts gemaakt, met een groei die boven potentieel lag. En dat maakte dat er enorm veel sprongen voorwaarts zijn gemaakt op bijvoorbeeld die arbeidsmarkt. Nu wordt dat veel moeilijker. De economische activiteit ligt min of meer terug bij het potentieel niveau. Dat maakt dat de sprong voorwaarts minder evident wordt. En je valt dus terug op zekere normalere groeiritme. Dat zien we bijvoorbeeld ook in de eurozone, waar lang geen sprake meer is van de 2% groei die we zagen de voorbije 2 jaar. Ook de eurozone valt terug op een normale groeiritme. Dan ten tweede, interestvoeten, stijgende interestvoeten, dat hebben we met name gezien in de Verenigde Staten, waar de Amerikaanse Centrale Bank haar rentebeleid verder verstrakt. Dat heeft ook afgeleide effecten. Ten eerste zien we dat het voor beurzen moeilijker wordt om dat te verteren, met name in de technologie sector. En het had ook al een sterk effect op de Amerikaanse dollar en op dat vlak ook afgeleide effecten naar een aantal groeilanden, voor wie het nu moeilijker wordt om zich in dollar te financieren. Dan ten derde de stimulusmaatregelen van president Trump in de Verenigde Staten. Die zorgen er nu wel voor dat die Amerikaanse economie echt ondersteund wordt. Maar het effect daarvan, dat ebt toch ook geleidelijk weg volgend jaar. En zeker in 2020, waar het effect eigenlijk stopt, het positieve effect, is er dan niet meer. Ten vierde natuurlijk China, heeft ook een grote impact. Tot nu toe zien we heel duidelijk dat de vertraging in de kredietgroeicijfers hun impact laten sorteren op de economische activiteit. Die staat onder druk. En wat we nu zien is dat alles erop wijst dat die economische activiteit nog even verder onder druk blijft. Ook al zijn Chinese beleidsmakers zich daarvan bewust en hebben ze recent ook maatregelen genomen in termen van lagere interestvoeten, in termen van lagere reservevereisten voor de commerciële banken en ook nog een belastingverlaging. Op die manier proberen ze die groeivertraging tegen te gaan, maar dat zal wellicht nog even duren vooraleer ze dat volledig onder controle hebben. En dan ten vijfde, last but not least, heb je de handelsspanningen wereldwijd. Het is niet zo dat de verhoogde importtarieven vandaag al een supergroot effect sorteren op die wereldwijde economische activiteit, maar je merkt wel dat het vertrouwen duidelijk wordt aangetast. En als je die vertrouwensindicatoren bekijkt in functie van internationale handel, dan wijst alles er toch op dat de internationale handel een tandje zal terugschroeven. En dat heeft natuurlijk ook een effect op de wereldwijde groei. Voilà, dat zijn een aantal indicatoren, verklaringen waarom we nog altijd geneigd zijn om een scenario dat we eerder al op de voorgrond schoven in de zomer, dat we dat nog altijd bestendigd zien in 2019.